Nou ja, dit is wel belangrijk. We kregen een reactie van Jacob, zeker. Die zei van, hey, ik zie bij jullie helemaal niet die milieusticker van Frankrijk, zie ik. En dus ik zeg van, nou eens even kijken, milieusticker Frankrijk, nog nooit van gehoord. Nou, het schijnt dat je in bepaalde steden een milieusticker nodig hebt. En, ja, dat is in Nederland ook. En dat is, ja, maar wij hebben geen sticker in Nederland. Nee, we hebben alleen die groene. Ja, dus, en daar moesten we een ander van hebben. En die was nog niet eens te krijgen nog. En toen denk ik van, nou, ik zal het eens eventjes googlen. Want daar ben ik toch wel heel erg benieuwd naar. En wat blijkt nou? Dat je moet voor bepaalde steden, ook als je er rondom rijdt. En als er heel erg warm weer is, zelfs op de ringwegen eromheen. Moet je een milieusticker hebben. Gelukkig hebben we de printer bij ons, zodat we het konden uitprinten. En dan moet je het, de enige manier om die milieusticker te krijgen is bij het ministerie van de la transition écologique. Ja, je kan hem ook alleen maar in Frankrijk bestellen, hè? Ja, alleen in Frankrijk. Dus ze hebben besteld en dan €4,51. Dus ik denk, en ik zeg kan je alleen maar met creditcard betalen. Ja, dus ik zeg tegen mijn ik zeg nou ook raar. Ik zeg laten we het nou meteen maar eventjes doen. Want als je een aangehouden wordt en je bent in de milieuzone en je hebt geen sticker, dan is het €68 boete. Dus ik denk, nou, dan is die €4,51 snel verdiend, toch? Hé, hey, je bent weer even lekker bezig geweest. Ja, dat kan wel zeggen. Je bent wel een uurtje bezig geweest. Ja, ik moest eerst alles invullen en doen. En toen was het internet was weg. En toen heb ik dus mijn laptop gekoppeld aan mijn telefoon, de hotspot. En die doet het wel. Oh jee. Nou, dan is ook die laatste dingen zo. Wat zo? Dan is die laatste data ook van die filmpjes die ik uploaden was. Die is dus ook nou via de telefoon gegaan. Maar ja, goed, het grootste gedeelte was al gedaan. Nou, als we thuis zijn, moeten we weer het inkt, zwarte dingen bestellen. Ja, oké. Okay. Kijk mensen, nou zitten we heel erg dik in Frankrijk, helemaal naar beneden zitten we, vlak voor de Provence. En wat krijgen we dan? Regen. Ik denk ik zal het even laten zien en ik zal eventjes de weerapp eventjes laten zien over dit plaatsje hier, maar voorspellingen zijn niet zo mooi mensen. Maar we gaan er wat leuks van maken, ik kan nu eindelijk eens eventjes een hoop mail wegwerken en video bewerken en noem maar op. Dus het gaat goed komen. Kijk, en nou is het heel even droog. En dan zie je daar. Kijk, het lijkt net of er een brand is. Maar het is het vocht wat verdampt. Die bergen. En die bomen en die bossen. Goh, wat een mooi gezicht zeg. Grappig. Nou ja, kijk, het zou de hele dag regenen, maar het lijkt wel wat lichter te worden. Ik ga even water pakken, want we moeten even water bijvullen. Ja. Vandaag zijn we gefusilleerd, hè? Kijk, hier staat. Nu de fusiliers. Hey, komt er deze windje? Het was even droog, dus ik zeg tegen me ook, kom op. Even naar, kijk hier heb je Proxy, dat is zo'n supermarktje dat ligt 50 meter van de camping af. En we zouden vanavond rijst eten en Mago dacht dat ik de rijst in de knaus had gezet. Maar dat had ik dus niet gedaan. Dus we hebben even rijst, knoflook, een rood uitje. We hebben nog een gele paprika, dus we gaan even wat lekkers maken voor vanavond. Champignons en olijven. Champignons, olijven. En een beetje sambal. Met de sambal. Ja, zo ga ik het ook vinden. Zo is. We hebben jonge gasten, 22, 18, nou die staan 74. 43. Zo, kijk eens, 17 jaar. Ja, ja. Ja, schijt. Blij dat we dat niet meegemaakt hebben, vrouw. Hier stonden we voor die grote vrachtauto. Ja. En even verder dan, bestaan er 3 of 4 van die grote bakken. Ah, oké. Plasbak, ja.
Kijk, en ik zal jullie even wat laten zien. Dat was zo grappig. Dat zagen we net op de heenweg. Kijk. Moeten jullie eens kijken. Ja, wacht even. Jullie snappen natuurlijk wel wat wij vanavond bij de rijst eten. Nee, we hebben hamblokjes. Oh ja, we hebben hamblokjes. Kijk. Kijk, een grote black molly. Een black molly, maar oh, dat is een tropische vis. Dit is koudwatervissen. Grappig hoor. Nou, ik vind het in de black molly. Ja. Dat er geen rijgertjes bij zitten, hè? Om ze eruit te pikken. Ongelooflijk. Misschien gebeurt het 's avonds wel. Ja. Nou ja. Oké, okay, terug naar de camping. Of half één. Half één. Hé, hey, wat denk je? Zeg ik net tegen je, wat een wind ineens. En nou is hij weer weg. En nou is hij weer weg. Kijk, kippen. Oh ja. Zwarte, bruin en een witte. Dus we kunnen ook rijst met kip eten. Ja, we hebben genoeg kruiden mee. Zo, dan lopen we hier de weg naar beneden. Want kijk, oh ja, dat is wel even leuk om te weten. Deze weg die je ziet, waar die auto's overheen reden. Daar komt de tour dus langs. Daarvoor zitten we hier. Dinsdag, daarvoor hè? Zijn we hier. Dinsdag, ja. En dit is dan de uitrit van de camping. Maar ik zal eventjes laten zien. Van de week maak ik even een reportage over deze camping. Maar ik laat nou eerst even wat highlights zien. Kijk, langs deze weg kom je naar beneden rijden. De weg die daar boven ligt dus, hè, daar. En dan kom je zo naar beneden rijden. En dan ben je zo, hup, bij de camping. En weet je wat daar zo grappig is? Kijk, je bent ineens op de camping en wat zien we daar al? Onze knaus. En hier staan de tarieven. Even kijken. Zo. Kijk. 16,90. Maar hier staat dan 1960 met 10 ampère stroom. Maar dat klopt niet hoor, want wij hebben betaald. Ja, ik kom. Hier zo de ontvangst, receptie. Maar goh, wat hadden we nou betaald voor die 4 dagen? 65 euro zoveel? 65,34 of zo? Want er staat daar 19 zoveel per nacht voor de camping. Ja, nee, dat klopt niet. Nee, dat klopt niet, nee. 64,36. Oh ja, 64,36 euro voor 4 nachten. Met alles, inclusief alles. Nou, ik vind dat best wel meevallen hoor. Want je kan lekker gaan douchen wanneer je wil. Je kan... En in 2018 betaalden we 15 euro per nacht. Oké. Nou ja, goed. We zijn even weg geweest. Zo. Oké. Nou, we zitten even lekker aan een bakje thee. En ik heb een lekker bouillonnetje, kippenbouillonnetje. Heerlijk. En dit is even tussendoor, maar nog even een keer de vraag. Zouden jullie het duimpje willen indrukken? Zodat we meer hits krijgen. Ja, dat zei hij toch? Ja. Ik weet niet wie dat zei. Sjaak zei van, je moet vragen of de mensen meer... En dan tussendoor een keertje vragen. Dus in het midden van de video zeg je van... willen jullie even een duimpje liken? Ja. Want hij vindt dat ik te weinig likes heb ten opzichte van wat we kijken. Dus mensen... Duimpje, indrukken. Oh, dit is niks voor ons. Nee. Ik had de dashcam van de bovenkant van het raam verplaatst naar de onderkant van het raam. Daar kreeg ik een tip over, want dan zie je ook die kabels niet hangen enzovoort. En toen wilde ik wat instellingen wijzigen. Nou, let op. Ja, ga maar voor staan. Oh, nee. Wacht even. En nu zien jullie aan de onderkant bij Mago, waar Mago staat, aan de rechterkant van het beeld, zie je dat microfoon off staat. En ik dacht van, jeetje, komt dat door een bewegingssensor of zo? Maar inderdaad, er zit aan de zijkant van die camera een bewegingssensor. En als je daar met je vinger te dichtbij komt, dan schakelt die automatisch uit. Stom. En
de RTFM-methode, die is dus hier echt van toepassing. Zorg nou dat je eerst goed de beschrijving leest. Hey. Ik heb mijn vinger voor het dingetje, nou schiet hij weer aan. Live. Dingetje voor dingetje. Voor de lens. Mijn vinger voor de lens. Ga nog eens ervoor staan. Oké. Dus hij moet beweging zien of zo, denk ik. Ja, nou ja, volgens mij doet hij het goed zo. Ja, het staat nog steeds aan. Dus ja, maar ik controleer het eventjes. En toen keek ik in de handleiding en daar stond inderdaad in dat er aan de zijkant van die camera een bewegingsmelder zit waarmee je de audio aan of uit kan schakelen. Kijk nou, kijk eens. Mooi weer. Ja, mooi weer, heerlijk. 23 graden. 23 graden. Is het half zeven of zo, laat is het? Ja, bijna half zeven. 16 ik heb nu mijn boeken uit, dus Engel kan nu aan het eten gaan beginnen. Ik ga het eten beginnen. Jullie hebben even terugkijken wat jullie hebben gezien over die dashcam. Die heb ik dus naar beneden gehaald. En wat me opviel meteen bij die eerste beelden was dat je meteen die schittering van het raam kwijt bent. Dus wat je er ook neerlegt. Heb je het er allemaal al gezegd? Niemand ziet het meer. Nee, dat had ik er niet gezegd. Nee, dat had ik er niet gezegd. En ik heb het idee dat het zo beter is, maar dat gaan we zien. Ook stom met dat audio. Hè. Er zit gewoon zo'n bewegingssensor aan de zijkant. Als je er even met je hand dichtbij komt, dan, dan schiet die audio uit. En we hebben geen wifi vandaag. Geen internet. Nee. Engel is helemaal verdrietig. Nee, en weet je wat het raar is? Zelfs het netwerk. Ik zit met Vodafone. En dan heb ik heel goed netwerk. Echt drie of vier streepjes. En je ziet 4G staan. Maar geen internet. Dus dat gaat niet, dat werkt niet. En ook niet het internet hier van de camping, die is ook helemaal weg. Dus ik denk dat er een storing is aan het hele netwerk. Maar goed. Europa gehackt. Europa gehackt, ja. Jullie zagen dat we boodschappen gedaan hadden en we hebben rijst gehaald. Ik ga zo een rijstprutje maken met allemaal lekkere dingetjes erin, allemaal verse dingen erin. En nou ja, dat was het eigenlijk. Oh ja, en ook nog van die duimpje en dat soort dingen van mensen vaker. Nou, dat is niks voor ons hoor, dat doen we niet meer. Nou, okay. Doei! Ja, klaar. We stoppen de vlog. Jij gaat koken. Tot de volgende vlog. Nu. Ik ga koken.